Yes, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag magneetvissen hier in Schiedam. Laat zien waar ik ben. Het is echt mooi water. En ik ga vandaag magneetvissen met een nieuwe magneet. Deze heb ik aangeschaft bij magneetvissen.nl. Zal ik laten zien. Deze is best wel een aardige blok, moet ik zeggen. Dat is van Powerpool Storm Magnets. Deze heb ik bij magneetvissen.nl. En ik ga kijken of het inderdaad ook een powerpool is. En ik zal jullie dadelijk. Haal ik ook nog een fiets eruit. Je hebt er wel een tijdje ingelegen natuurlijk. Ja, en die zet ik op, netjes in mijn prullenbak bij die andere fiets. Die wordt iemand anders opgevangen. Yes, vandaag sta ik weer in Den Haag en zoals je ziet heb ik nog een fiets eruit getrokken. Deze dus, zal ik een tijdje ingelegen hebben. En even kijken wat we nog meer eruit kunnen trekken. Yes mensen, ik sta op een andere locatie. Ik sta weer terug in Rotterdam. Ik sta hier bij een bekende plek, Kralingsbos. Dat is bij het begin van Kralingsbos en Kralingsplas. En jullie geloven echt nooit wat ik nou op mijn magneet heb. Ik sta zelfs een beetje te shaken. Dit heb ik echt nog nooit van mijn leven gevangen. Ik heb ze wel eens eerder messen gevangen, kogels, pistolen. Maar nu heb ik gewoon echt heel oud geweer gevangen. Echt fucking unbelievable. Ik zal het laten zien. Ik sta nu met één hand te kloten. Ik kan zien. En dan komt hij weer. Dan hoop ik dat hij blijft hangen. Nou weet ik niet of dit een echt geweer is. Ik heb echt totaal geen verstand van. Ik zal hem zo van dichtbij filmen. Yes, ben ik weer. Ik zal hem even dichtbij laten zien. Ik ga echt een beetje gewoon na te shaken. Ja, dus, ik zeg eerlijk, dit is echt even de eerste keer dat ik zo'n wapen eruit getrokken heb. Ja, wat ik al eerder zei, ik heb al eens eerder een wapen eruit getrokken. Maar dit is, vind ik echt hele speciale. Met dat oude hout erin. Zoals de trekker zit er nog aan. Het is een beetje vergaan, maar hij zit er wel nog aan. Echt bizar. Ik moet van draaien. Oh, de trekker ligt er al af. Ik heb echt geen idee of dit een echte is of een neppe. Ik heb echt geen idee. Zet alsjeblieft onderaan bij mij hier in de comments. Want ik heb echt geen idee, alsjeblieft. En, ja, ik ga eens even kijken wat ik ermee verder mee aan moet. Ik zeg eerlijk, want ja, het is maar echt mijn eerste keer dat ik zoiets gevonden heb. Aan de ene kant zeg ik bel de politie. Aan de andere kant zeg ik, ja, ik neem hem mee lekker naar huis. Ik ga het lopen opknappen. En,
En dan zal hij vast wel wat beter uit komen te zien. Dus ik zou zeggen, dikke like voor mij. Please. En ja, vergeet ook niet te liken, delen en abonneren. En ja, weer tot de volgende video. Joela!